Fortuna Sittard gaat lekker en speelt ook volgend jaar op het hoogste niveau. En ook fris. Voor vanavond het verhaal van de jongste trainer in de Eredivisie, Sjors Ulté. Welkom bij Avondgasten Sport. Fijn dat jullie er zijn. Om te beginnen even met jou, Sjors. Maurice Graaf die zat hier vorige week. Ik zeg, eindelijk komt hij, Ulté. We hebben een aantal weken achter je aangezeten. Heb je nog een goede vraag voor hem? Hij zegt, ja, begin maar eens met zijn geheim. Wat is zijn geheim? Ja, die vraag hebben we wel vaak gehad al. Vanaf de eerste dag kwam die al van, ja, wat ga je veranderen? Wat ga je anders doen? En dan weer een paar keer, dan wordt het helemaal het geheim genoemd. Mm-hmm. En ook als je dan heel saai antwoord geeft, dat het vooral duidelijkheid is. Verdedigend stabiel. En van daaruit vertrouwen krijgen en gaan aanvallen. Zijn mensen niet tevreden, want die vinden dat een heel saai antwoord. Terwijl, ja, dat kan Sef nog beter, denk ik, bevestigen. Ik denk dat duidelijkheid en verdedigend goed staan, ja, een hele belangrijke basis is om te presteren. En je noemt het zelf ook zeuren. Ja, kijk, uiteindelijk moet je als trainer denk ik heel veel zeuren, herhalen, om dingen vast te maken. Want alleen dan kan je op zondag of zaterdag ook presteren. En als je af en toe wat goed doet, wat de groep vond ik de eerste maanden heel erg had, kwartiertje goed, kwartiertje slecht, helft goed, helft slecht, dan ga je nooit presteren. En nu zijn we, vind ik, heel volwassen geworden. En bijvoorbeeld VVV uit een paar weken geleden was daar een heel mooi voorbeeld van. Niet super goed gespeeld, maar gewoon mega volwassen. Ja, zeuren. Klinkt dat lekker aan de oren als trainer? Prima. Prima, hè? Ja. We gaan even terug naar 2019. Het eerste interview, toen was ik toevallig op pad. Toen was ik bij Van der Valk, was dat, in Eurmond. Eerste interview met Ulté. Ja, zullen mensen dat niet meer omschrijven als let-op trainer? Die term wordt vaak geklopt op trainers die geen spelerservaring hebben. Ik heb denk ik veel ervaring als trainer. Ik ben al 17 jaar trainer. Lang bij Utrecht gezeten, bij Twente, Helmond, AZ. Kijk, het is een vak met mensen. En met mensen werken leer je vooral door mensen te werken. En dan moet je vooral heel veel uren maken. Die heb ik kunnen maken op alle niveaus, alle leeftijden. Maar dat je daarnaast ook een laptop hebt, is denk ik niet heel gek. Ja, vond ik een hele goede opmerking. Maar je begon er wel zelf over meteen eigenlijk, over het laptop-trainersverhaal. Maar dat is nu achter ons, toch? Ja, ik moet zeggen, de laptop en de leeftijd komen niet heel vaak meer aan bod, gelukkig. Dus ik denk dat de prestaties geholpen hebben dat verhaal een beetje naar de achtergrond te duwen. Ja, nou, ervaren, maar ook het bijhouden en het terugkijken. Dat zat er bij jou al als kleine jongen in. Dat je op je 12-jarige leeftijd op de tribune al zat bij te houden wat er gebeurde in een wedstrijd. Ja, kijk, voetbal heeft me sowieso daarin altijd getrokken dat mensen heel snel gingen roepen als het is geen team, het was slap vandaag. Maar toch gaan proberen te ontdekken wat er dan gebeurt. Hoe kan het dat een team de eerste helft weggespeeld en de tweede met dezelfde 11 spelers het veel beter doet. En vanaf het begin heb ik het heel leuk gevonden om daarover na te denken. Maar je zat echt dus als tiener gewoon op de tribune. Wat schreef je dan op? Ja, het waren echt geen complete wedstrijdanalyses. Maar je probeert het ook, dat is een beetje spelende wijs. Het is niet dat ik daar een hele uitgewerkte analyse op tafel legde. Maar je gaat wel een beetje zoeken al en kijken, hoe is een opstelling? Wat betekent überhaupt punt naar voren? Wat is punt naar achteren? 4-4-2, wat is dat dan? En zo kan je spelende wijs gewoon het voetbal een beetje leren kennen. Daarna begonnen met het trainen van een F-team. Doe nog heel spelende wijze. Gewoon gaan kijken welke oefeningen kan je doen. En dan is het vaak ook gewoon tikspelletjes of partijtjes spelen. En dat wil ik ook te zeggen in het interview van net zagen. Je kan best jong zijn en toch heel veel ervaring hebben en vlieguren maken. Want ik denk, zonder die ervaring had ik het ook nooit gered. Ja, dat misschien wel het verschil is tussen jullie twee. Dat jij misschien iets meer een idee hebt waar je naartoe wil. Wat is voor jou het droomscenario? Nee, je moet eigenlijk zeggen, ik heb precies hetzelfde. Ik heb geen planning. En voor mij is juist wat ze hebben geschreven over het gevoel en het plezier het voornaamste. En ik vind het nu wel leuk in het voetbal. Ik heb wel het naar mijn zin, maar ik heb geen idee ook wat een volgende stap zou kunnen zijn. Misschien kan ik stappen maken met Fortuna. Een club die geweldig gaat, die de laatste jaren bizar gegroeid is. Misschien houdt het straks na 3 maanden op. En wordt het keukenkampioen divisie. Ja. Geen idee. En voor mij, dat vind ik mooi om ook hier te horen, is plezier echt het allerbelangrijkste. Echt niet elke dag plezier, want dat kan nergens. Nee. Maar voor je grootste lijn moet je echt plezier in je baan hebben. En misschien komt er wel een moment dat ik zeg, voetbal, nou, ik heb een mooie tijd gehad, maar een plezier ga ik ergens anders zoeken. Dus nou, eigenlijk herken ik me volledig in het verhaal van gevoel en plezier. Ja, dat is echt een mooi verhaal. Die heeft het absoluut waargemaakt in zijn carrière, Luc Steins. Maar hij heeft het eigenlijk over de concurrentie binnen het team. Hè? Dat er ook spelers zijn die denken, eigenlijk wel balen dat die blijven. Misschien spelen wij dan wat minder. Is het belangrijk bij jou, die concurrentie bij Fortuna nu? Ja, ik denk dat concurrentie alle twee kanten op kan. Het is aan de ene kant heel gezond, want het motiveert je, het houdt je scherp. Maar te veel concurrentie, te veel spelers, gaat problemen veroorzaken. Als je 20 man hebt die allemaal in de eerste elf kunnen spelen, ja, dat zou dus te veel kunnen zijn. Maar als trainer ben je heel blij als er 15 mensen zijn voor de eerste elf. Want er zijn genoeg momenten dat je ze nodig hebt. Dus
Ik ben niet eens dat mensen zeggen, er is nooit genoeg concurrentie. Ik denk wel dat er een limiet aan zit. Maar geen concurrentie zou nog veel slechter zijn. Ja, maar kun je dat wel nog... Hoe speel je met concurrentie? Speel je dat uit? Vooral gewoon heel duidelijk en eerlijk aangeven welke spelers voor mij op een bepaalde plek moeten vechten om plek 1. Wie er duidelijk achter komt, wat je moet verbeteren om een stap te maken. En dan ook voor de eerlijk uitleggen, ja, ik ben op dit moment meer gesummeerd van jouw concurrent, want die is daar en daar beter in. Als jij een kans wil maken, zou je dat moeten verbeteren. Ja. En daar moet ik mee aan de slag gaan. Beelden laten zien, gaan trainen, gaan coachen. Zodat die speler voelt van ja, ik ben dan geen nummer 1, maar ik krijg wel al aandacht. Want uiteindelijk word je denk ik als trainer dan het meest getest als die speler 1 uitvalt. Je moet wisselen, je hebt een schorsing. Ja, dan ben je heel blij dat je ook tijd gestoken hebt in de andere spelers. En niet alleen maar in je eerste 11. Ja, precies. Het is een beetje gelijkwaardig dat het gelijkwaardig aanvoelt. Denk ik, als nou jouw lijn heel anders is dan de lijn van je voorganger, zou je dan in deze situatie bij VVV toch ondanks alles gewoon alles omgooien om het op jouw manier te doen? Ik zou het niet op een andere manier gaan doen. Maar ik denk het belangrijkste wat Sef ook vertelt. Je moet een paar dingen eruit halen. Want een ploeg die niet goed draait, die weinig punten heeft, dan kan je wel 100 dingen bedenken die niet goed gaan. En als je elke dag 30 laat langskomen, ben je je groep gelijk kwijt. Dan gaan ze vooral voelen dat ze niks van kunnen. Ja. En hebben ze geen houvast. Dus de kunst is denk ik, en dat hebben we ook geprobeerd. En dat is lastig, maar wel het meest effectief. Halen er 2-3 dingen uit die haalbaar zijn, waar je continu mee aan de slag gaat. En dan gaan spelers ook voelen dat het beter gaat. Misschien gelijk 3 punten opleveren, maar wel dat dingen beter gaan. Dat ze minder kansen weggeven, dat ze beter verdedigen, dat ze beter counteren. En dat moet je dan benoemen in besprekingen. Kijk jongens, we hebben hier aan gewerkt, dit hebben we gesteld. En het gaat al beter. Ja. Maar om het nog beter te laten gaan, gaan we daarin verder. En wat dan heel erg gevaarlijk is, is dan na een week alweer 3 punten erbij pakken. Want je moet toch blijven vasthouden aan een paar dingen. En ja, ik denk dat elke trainer dan ook vooral zijn eigen visie moet volgen. Maar wel kijken naar de spelers die je hebt. Want zeker spelers in een moeilijke situatie, zoals nu bij VVV, ja, die zullen niet het meeste zelfvertrouwen hebben. Terwijl ze ook weten dat ze een hele goede spits hebben. Dus ja, kan je dat gevoel weer terugkrijgen van goed verdedigen, spits gebruiken. Kan het ook zomaar weer veranderen, denk ik. Nou, hebben we nog... Dat is een hele belangrijke wedstrijd vanwege een bepaalde weddenschap. De heren van FC Afkikken die hebben een weddenschap afgesloten. Volgens mij weet jij daarvan. Als jullie hoger dan 12 eindigen, dan is Broes de klos, netjes gezegd. En als jullie daaronder zitten, dan is Niel de klos. En die moet, dan moet Niel bijvoorbeeld Broes een Fortuna-shirt kopen. Wat kost een shirtje eigenlijk, weet je dat? Ja, voor Niel en Broes heel veel. Die hebben heel veel geld, daar kunnen we wel een mooie hoge prijs voor vragen. Maar ja, want je zit daar in die podcast en je hebt die weddenschap meegekregen, hè? Ja, ik ken Niel en Broes een tijdje. En, het is mooi dat ze erover durven spraken. Toen in de zomer al kwam dat te sprake van hoe hoog gaan ze eindigen. Ja. We blijven nog steeds in de race zijn, want na 8 wedstrijden werd de weddenschap geloof ik half gecanceld. Van ja, er staan 18e, haal het shirtje maar vast. En gelukkig hebben we het kunnen omdraaien dat het toch weer een leven in de brouwerijen van de weddenschap geblazen is. Ja, precies. Nou, mooi dat er op die manier al nu over Fortuna ook gesproken wordt. Je staat een mooie 11e. Jullie gaan natuurlijk volgend jaar definitief naar de Eredivisie. Als Fortuna zijnde, dat brengt ook een bepaalde rust. Hè. Jullie kunnen rustig nadenken over volgend jaar, over het team, over de club. Zijn er dingen die jij veranderd wil zien? Of die eraan zitten te komen? Nou, ik denk dat er weinig trainers zijn die zeggen, hou alles maar zoals het is. Want je wil altijd alles verbeteren en altijd zie je winstpunten. Ik ben vooral heel trots dat de club zo mega snel gegroeid is. Maar dan zal ook iedereen begrijpen. Als je snel groeit, gaat het soms ook te snel. Ja. Zien we bijvoorbeeld de trainingsaccommodatie. Daar zijn we druk mee bezig. Maar dat gaat niet van de een op de andere dag. Maar het zou voor de club een hele mooie stap zijn als je volgend jaar vast op eigen goede velden kan trainen. Ze hebben nog meer wensen. Maar ik denk dat we vooral moeten kijken naar wat er allemaal gelukt is. En dat de club inderdaad zo snel gegroeid is naar nu een middenmotor in de Eredivisie. En dat we intern echt wel heel erg kritisch op elkaar zijn. Om wel mooie stappen te zetten in het topsportklimaat, zoals ja. Dat zo mooi heet. Als je terugkijkt, wat we niet te veel doen normaal gesproken, maar dan is het toch echt bijzonder dat jullie gewoon nu al weten, volgend jaar weer Eredivisie, de trainer ligt vast. Jullie kunnen, die rust bij Fortuna, die is er echt in 100 jaar niet geweest. Nee, toen we in december begonnen en ik het schema bekeek en dan ga je een beetje punten tellen. Nou, dan kwam ik met heel veel pijn en moeite, net aan de 34, op de allerlaatste speeldag misschien. Ja. Dan had je nog binnen 2 uit om af te sluiten. Dan moet je nu voorstellen dat je nog in de penibele situatie zat. En dan de allerlaatste dag weer een 2 had. Dus dat is, het is gelukkig heel anders. En ik ben ook wel heel blij dat de groep nog steeds super ja, energiek en gemotiveerd is. Ik heb nergens op maar 1 seconde het gevoel gehad van nou, we zijn veilig en de vakantiekoffers worden al gepakt. Ja. Bijvoorbeeld zondag, ja, dan merk ik wel bij de groep Feyenoord uit. Geweldige uitdaging om te laten zien dat we echt nog beter kunnen dan we hebben laten zien tot nu toe. Ja, goed zo. Sjors Ulte, Sef van Gooijsen, hartelijk dank voor de komst, heren. Dit was Avondgasten Sport voor vanavond. En zoals gezegd, volgende week, tweede paasdag, zijn we er weer. Tot dan.